Sylvana Simons kwam vanmorgen onder grote belangstelling van de pers aan bij de rechtbank aan de Parnassusweg. Goedemorgen. Het is belangrijk om hier vandaag te zijn, omdat het belangrijk is voor onze samenleving dat we heel goed nadenken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Of dat nou offline of online is. En wanneer ben jij tevreden? Ik ben nu al tevreden. Je staat straks oog in oog met de verdachte. Wat vind je daarvan, Sylvana? Iets. De eerste vier verdachten waren allemaal aanwezig. Relatief jonge mannen uit alle hoeken van het land. Nou, ik ben nog steeds heel boos op haar. Ja. Dit is Bouke uit Rotterdam. Hij schreef onder andere over Sylvana, aap en neukslet van de denkpieten. Maar u kan niet zelf bedenken dat dat beledigend is. Nee. Bouke begeeft zich in extreem rechtse kringen, maar er waren ook andere verdachten. Zoals een keurig geklede man met ruitjesjaaltje uit Leiden. Hij schreef... Afschieten dat wijf. Is dat geen vrijheid van meningsuiting? Dat gaat de grens over. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, vinden wij ook. Moet in alle tijden beschermd worden. Maar dan moet je niet strafbare gedragingen gaan doen. Het OM komt bij deze 22 verdachten doordat Sylvana uit 40.000 berichten de ergste heeft geselecteerd. Het OM is toen gaan kijken welke daarvan strafbaar waren. Maar zij zijn dan ook een voorbeeld voor de rest? Ja, we willen eigenlijk hiermee ook een signaal afgeven dat je niet zomaar altijd alles op internet kan schrijven. Ik heb haar niet bedreigd. Niet letterlijk in die woordelijke zinnen. Alleen zo voelt ze dat. Zo vat zij dat op. En dat is haar recht natuurlijk. Ja, dat is haar probleem, niet mijn probleem. Dat zij dat zo opvat. Sylvana zelf probeerde ook nog tot de mannen door te dringen door een persoonlijke verklaring voor te lezen. Ze vertelt... Ik ben moeder van twee kinderen. Hun leven is verschrikkelijk geraakt door wat zij over mij moesten lezen. Het laat Bouke vrijwel koud. Het is wel jammer voor de. Het is niet leuk voor de natuurlijk. Maar ja, dat is inherent aan wat ze doet. U zegt eigenlijk eigen schuld, ondanks dat u nu allemaal heeft gehoord in de rechtszaak. Ja, we moeten er anders op zeggen dan eigen schuld, ik wel, natuurlijk. Toch hangt hem en de anderen een werkstraf van 60 uur boven het hoofd. De rechter doet uitspraak op 18 mei.